Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer reageren op oude video's. De vorige keer dat ik dit deed, liep het een beetje uit de hand. Terwijl ik ondertussen trouwens mijn microfoon in mijn hand heb, want ik heb het standaard niet. Oké, lang verhaal, boeit niet. Maar de vorige keer liep het een beetje uit de hand, want we hebben eigenlijk een 24 uur stream gedaan, wat fucking tof was. Het liep wel een beetje uit de hand. Jullie hadden toen 230 likes. Ja, veel te veel likes achtergelaten, oké? Nou, dat is de reden dat ik uiteindelijk ook dit mooie kapsel nog heb. Maar laten we het hier maar gewoon niet al te lang over hebben. En we gaan gewoon door. Of beginnen, hoe je het ook wil noemen. Oké, de vorige keer waren we hier rechts geëindigd met de 25 uur stream. Vlog 18 hebben we toen nog gekeken. Toen hebben we de Hooghout Challenge nog gekeken. Maar ik zat net te loeren en ik zag in één keer dat we deze video hadden overgeslagen. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus die gaan we nog even kijken. De video heet Ik ben altijd de sterretje. Ben benieuwd. Yo kijkers! Eigenlijk ben ik helemaal niet benieuwd, want ik weet precies waar het over gaat. Maar benieuwd. Interessant. Scholengemeenschap in Zwolle. Oké. Leuk verhaal, Sander. Goeie video weer. En het gaat bij mij op zich. Ja, die pieps maken het wel echt leuk. Even kijken, best wel goed. Nou, dat was wel netjes, ja. Ook echt filosofie, het enige vak wat kut was. En daar gaat deze video volgens mij ook over. Ik heb echt fucking lang dit. Vrienden. Volgens mij was het gewoon dat ik genaaid werd. Omdat ik toen uit moest, ook geen flikker deed. Ik weet eigenlijk wel zeker dat dat het was. Ik snap dan niet dat dit zeg maar, oké, weergave was volgens mij voor die tijd wel zoiets. Misschien iets minder. Maar dat het dan 43 likes kreeg. Hoezo? Oh, hier weer een 26 uur livestream. Maar hier zat ik niet in, want die gingen ze toen in de vakantie doen. Maar ik was toen op vakantie, dus ja, dan kan ik natuurlijk niet meedoen. En die zei dan vanuit Twitch gedaan. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe die was. Maar een dag in mijn leven. Zaterdag. Ja, oké, gaan we even aanklikken. Jokijkers, welkom bij deze. Wow, dat geluid is zacht. Dit duurt me echt veel te lang. Mooie video. Ik vind dat het zo mooi dat ik dan... En dat is... Eigenlijk zijn al mijn vlogs altijd alleen in mijn kamer. Waar ik een debiel ben. Dit is wel een goed shot trouwens. Ja, leuk. Dit klonk echt als een leuke dag. Volgens mij ging ik ook niet voetballen, want dat doe ik namelijk echt niet iedere zaterdag of zo. Oh, hier, toen kon ik ook zelf geen Weekend League spelen. Toen ging Zico dat voor FIFA 17 Weekend League plaatsing gaat prima. Ik ga gewoon even dit potje opnemen. Ik ben Zico. Wat een klote kwaliteit. 360p. Waarom heb ik dit geüpload? Samen met Reed daarnaast is het precies hetzelfde soort verdediger. Zie dit. Interessant. Ja, leuk. Ik snap echt niet waarom ik dit upload, maar oké. Stream, terug van vakantie, Q&A. Goeie thumbnail, Sander. Heerlijk. Echt een mooie thumbnail. Wat is een CM Storm Octane? Oh, de Cooler Master. Storm, what the fuck is dat? Ik ga het gewoon opzoeken. Ik heb het nooit gehaald. CM Storm Octane. Oh, toetsenbord. Nou, ik zal je vertellen, die heb ik nooit... Oh, gadverdamme. Waarom wilde ik dit halen, gast? Ja, ik weet ook niet waarom heel veel oude video's mijn reacties zijn uitgeschakeld. Ik snap er zelf eigenlijk ook geen klote van. Maar het is gewoon random, automatisch in één keer gebeurd. Zodat heel veel video's reacties uitgeschakeld. En ze zijn niet ingesteld voor kinderen. Ze zijn gewoon uitgeschakeld. Ja, ik snap er geen klote van. Ik snap wel vaker iets niet, dus op zich. En bezig kwijtraken op... Oh nee, sorry. En bezig kwijtraken op iPhone zonder iets te verwijderen. iPhone Lifehack. Ik ben benieuwd. Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie een raar soort iPhone glitch / lifehack vertellen. Besef dat je ook gewoon nog telefoons van 6 gig. Of ja, 8 alleen dan. Ging iOS eraf en had je gewoon een fucking telefoon van 6 gig. En nu heb ik echt al 6 gig aan foto's alleen op mijn telefoon. Dingen veranderen. Ja, eigenlijk wat je deed was, je verwijderde eigenlijk een soort cache die in je telefoon stond door te proberen iets te downloaden wat duidelijk niet paste. Zeg maar, ik had een telefoon van 6 gig dan en ik had sowieso wel 4 gig in gebruik, heb je 2 gigabyte over. En dan probeerde ik via de iTunes Store iets van 4 gig te downloaden. Nou, dat past natuurlijk nooit, maar daardoor gaat hij wel alles vrijmaken en daardoor heb je weer ruimte vrij. Zo simpel is het eigenlijk. Video.mp4, zwart scherm. Volgens mij had ik toen een challenge met iemand verloren. Ik weet niet meer met wie. Ga ik het over het kanaal? Van Wouter. Oh, ik heb een challenge met Wouter verloren, denk ik. Welkom bij deze nieuwe video. Oh, wat een klote geluid. Dat zou ik heb ook achtergrondgeluid ingevoegd. Van ons je kreeg het dik met klote. Je kan deze achtergrond zo makkelijk verder. Je let op. Ha! Sukkel. Remix Sean. Sean remix. Ja, kan je dit dan niet even... Hoezo noem je het in de thumbnail remix Sean? En Sean... Welkom bij het KR... Zo, die reis had ik ook even weg mogen editen.
AGF's Journaal. En vandaag in de korte minuut. Ze weten nog helemaal niet of wie het is. John. Ze weten nog helemaal niet wie het is. John. Ze weten nog helemaal niet of wie het is. John. Nou, je ziet echt dat de kwaliteit steeds verder afneemt. Ja, dit moest ik zat op. Vele van jullie zullen het weten. Ik zat op Banana Media. En toen ging ik een keertje mis. En toen noemde ik iemand John. En toen ik naar het beeld dacht ik. Daar ga ik een leuke edit van maken. Zal ik het eindresultaat laten zien? Oeh, die staat vast wel ergens op internet. Volgens mij zit hem. Hier, wacht, deze is ook mooi. Wacht even. Dit was een promotiefilm die heb ik gemaakt. Leuk vak. Wacht even, oké. Dit film heb ik toen gemaakt. Dit is denk ik 2 jaar geleden. I guess. Ik denk 2 jaar geleden. En de jongen die je nu... de jongen die we toen hebben geïnterviewd van hoe Moderne Media was, die was ook in de 24 luisteren hier. Multigames! Ja, dat was dus die jongen. Besef je het? Hij is veranderd. Maar oké. Hier, dat ben ik. Nou, dat ben ik niet. Hier, daar ben ik weer. Het was een erg mooi promotiefilmpje. Het was echt een promotiefilmpje. Dus dat is op zich wel goed gelukt. Maar ik ga weer van het onderwerp af, want we wilden deze zien. Dit was oprecht waar ik fucking 5 uur in de week aan besteedde. Oh ja, dat is waar. Ik had dit is zo goud. Dan zal ik u even rondleiden dan. Ja. Oké, komt u verder. Het is zo slecht ook, joh, hè. Edits, we hebben edits. Hier. Yeah. Ja, het was namelijk zo dat die mensen... Dat sloeg nergens op. We moesten een script bedenken. We dachten, oh, komt een nieuwe schoonmaker op school? En die gaat mensen vermoorden. En dat is een heel ding, ja. And the killing list hit to kill... En toen hebben we volgens mij... Ja, hier is dat moment. Oké, we schakelen weer terug naar Bert en bedankt voor het interview. Graag gedaan. Dankjewel Gerard. Dan het... Bert en Gerard. Ja. Oh, wacht, hier staat ook al te gaan. Hier. Ik ga helemaal stuk op die dame, maar niemand gaat dit begrijpen, man. Ik ga helemaal stuk op die namenlijst. Het begin was gewoon random. Dit was echt random. Maar daarna kwam er wel wat... Ja, hoe zeg je dat? Er kwam een soort systeem in. Hier komt mijn moment. Welkom bij het KRGF-journaal en vandaag in de korte met echt. Minuut. Er is een mysterieuze moordenaar op het Van Dam College. Oh, hier komt John ook, hier komt John ook volgens mij. Voor bewijsmateriaal. Er is één lekker afgelezen ook. In een lift door een leraar. Ze weten nog helemaal niet of wie het is, John. De meme edits, ja. Yeah. Nou, echt geweldig. Dit is gewoon zo goud. Oh, hier ben ik weer. We waren een stuk op 20. Wat een kutgeluid. Ik heb niet eens de moeite genomen om dit even uit te knippen of zo. Geweldig. Ja, dit was wel, dit was gouden tijd. Ik wijk ook weer veel te veel af. Oké. What's on my iPhone 2017? En dit krijgt 1.6k views. Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan jullie zien wat er allemaal op mijn iPhone staat. Nou, dat wilde ik net weten. Dit is toch zo hoegesaai. Dit boeit toch letterlijk helemaal niemand. Klote video. Misschien dat ik hem binnenkort opnieuw maak. Oh, hier gaan we mee afsluiten. 10 dingen die jij waarschijnlijk niet wist van Minecraft. Deel 3. 10k views. Als deel 1 het goed doet, maak je een deel 2. Als deel 2 het ook nog goed doet, maak je een deel 3. Als deel 3 het ook nog goed doet, maak je een deel 4. Als deel... Oh, deel 4 is nooit gekomen. Dus willen jullie nou een deel 4? Laat dan op deze video 150 likes achter. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag de 10 dingen die jij waarschijnlijk nog niet wist van Minecraft deel 3. Come on,
God de tering, Sander. Dat geluid mocht echt al wat zachter. Die video is 36.500 keer bekeken. Ondertussen 90.000 keer. 171 likes. Ook 257 dislikes, maar dat komt waarschijnlijk door Twan die erin zat. En de deel 2, die heeft al 8.500. Volgens mij ondertussen ook iets van 16 of 20.000. Ja, Twan maakte dat uit, vond ik zo mooi. Ik kon er gewoon doorheen lopen en Twan had allemaal voorbereid. Dus willen jullie dit nou terugzien? Jongens, laat even een duimpje achter. Zo, hou ik echt van die feitjes die eigenlijk iedereen al wist. Ja, dus eigenlijk... Wat boeiend. Ik snap echt niet waarom dit dat zoveel views pakte. Oké. Ja, nou ja, al met al, de video's pakte views. Hey, en daar gaat het om op YouTube. Mocht je nou weer vandaag hebben genoten, weet je wat je moet doen. De microfoonarm komt binnenkort weer terug, denk ik. Of jullie vinden dit wel leuk, dan hou ik het zo, maar... Ik denk dat het wel weer terugkomt. Doe dus even een blauwe omhoog als je weer nieuwe 10 dingen die jij niet wist van Minecraft. Of misschien wel over iets anders. Misschien wel over Fortnite of Warzone of iets anders. Ja, laat gewoon een blauwe omhoog achter. Laat een leuke reactie achter. Abonneer even op het kanaal. Tot de volgende keer, de ballen later. Doei.